Goeiedag, het is weer tijd voor de 30-daagse trendverwachting. Wat gaat het weer ons brengen de komende 4 weken? Kunnen we daar iets over gaan zeggen? Want weermodellen hebben het momenteel erg moeilijk. Laten we maar eens gaan kijken. Ja, deze eend die is behoorlijk in de war, zo lijkt het. Die zit bovenop een trap in plaats van in het water. Er is natuurlijk ook heel veel regen gevallen de afgelopen tijd. Oktober wordt een kletsnatte maand. Oktober is van zichzelf al een vrij natte maand. We kunnen dat hier zien. Dit is op basis van de klimatologie wat je mag verwachten. Nou, vooral in de westelijke helft van het land flink wat millimeters, 80 tot 120 millimeter. En ga je wat meer landinwaarts, wordt dat allemaal wat minder. Limburg, dat is het droogste plekje normaal gesproken in oktober. Met de minste hoeveelheid neerslag. Als we dan gaan kijken wat er tot en met 19 oktober is gevallen, dan zien we dat we al op veel plaatsen de hoeveelheden hebben bereikt die we normaal voor heel oktober kunnen verwachten. Wat ook opvalt is dat met name in een band in het midden van het land heel veel neerslag is gevallen. Deze kaart is gemaakt tot en met 19 oktober. De vrijdag, de dag dat we dit opnemen, zit daar nog niet bij. Dit is een kletsnatte vrijdag met op veel plaatsen 20 tot 30 millimeter water. Nou, dat mag u in vrijwel heel het land erbij gaan optellen. En het enige wat in dit patroon dan opvalt is dat Limburg nog steeds het meest droge plekje is van het land. Ja, blijft het ook zo nat de komende periode? Dat gaan we eens bekijken in de nieuwe trendverwachting. Met in het achterhoofd het feit dat het weekend ook wisselvallig verloopt met een aantal buien, starten we de weerkaarten op maandagnacht. En dan zien we in het Amerikaans model dat het wisselvallig weer blijft. En dat heeft te maken met het feit dat depressies in onze omgeving nog steeds de boventoon voeren. We zien ze boven de oceaan, boven Groot-Brittannië. En die storingen die brengen van tijd tot tijd flinke neerslagzones richting ons land. En dat betekent dat ook de komende week wisselvallig gaat verlopen. De hoofdwindrichting is zuid tot zuidwest en dat betekent wel dat het wat zachter zal zijn dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. In de pluim zien we dat ook mooi terug. Die eerste week met temperaturen steeds zo rond de 15 graden. Nauwelijks kou, nachttemperaturen ook vaak rond de 10 graden. In de tweede week komen er dan wat signalen. En dat is dan de eerste week van november zo'n beetje. Dat het iets kouder kan gaan worden in de nachten. Maar er is heel veel onzekerheid. En die onzekerheid die kan ik u straks mooi laten zien waardoor dat komt. Laten we eerst maar eens naar de luchtdrukafwijking gaan kijken voor de laatste week van oktober. En dan zien we dat er een band is van lage druk over de oceaan en ook over onze omgeving richting het oosten. Dat betekent dat de pressies hier toch vaak de boventoon voeren. Dat hebben we al gezien in de weerkaart. En dus een wisselvallig weerbeeld. Boven Scandinavië wat meer hoge druk invloed. En ook hoge druk invloed ver naar het zuiden toe. Dan moet je al bijna naar de westkust van Afrika gaan. Want in het zuiden van Europa, ook daar is het toch wel onbestendig weer de komende periode. Qua temperatuur is het wel duidelijk dat we natuurlijk met die zuid-zuidwestelijke stroming wat hogere temperaturen kunnen verwachten dan gebruikelijk. Alleen in Scandinavië, in het noordoosten van Europa, daar is het echt wat kouder dan gebruikelijk. En wat betekent dat voor de neerslag? Nou, ga er maar vanuit dat de komende week ook erg nat gaat worden en dat we van tijd tot tijd flinke plensbuien te verwerken krijgen of uitgebreide regengebieden. We zien het ook aan het groen. Veel meer neerslag dan verwacht of dan gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. En dat betekent ook dat oktober echt een kletsnatte maand gaat worden. We gaan een stapje maken en we gaan kijken naar de periode 30 oktober, 6 november. We zien nog steeds hoge drukinvloeden boven Scandinavië en toch ook wel de meer lage drukinvloeden vrijwel voor heel West-Europa en ook voor Zuid-Europa. Dit betekent toch ook nog wel dat we waarschijnlijk te maken gaan hebben met een westcirculatie en dus ook wisselvallig weer. Temperatuur nog steeds ietsje warmer dan gebruikelijk. We zagen het ook wel in de pluim, maar we zagen ook dat die afwijking wat minder groot gaat worden. En dat zien we dan ook terug hier op het kaartje. Qua neerslag, ja, het wordt langzaam maar zeker wel wat droger, zoals het er nu naar uitziet. Maar goed, het is allemaal rond normaal in deze periode, oktober, november. Dat is van zichzelf al een natte periode. Kortom, wisselvallig weer lijkt toch wel de boventoon te gaan voeren. Maar er zijn duidelijk onzekerheden. Ik hoop dat ik dat kan duidelijk maken met dit kaartje, de weerregimes. En wat dan opvalt is dat we in die eerste periode veel groen zien. Dat is die lage drukinvloed die we ook volgende week gaan meemaken. En waarschijnlijk ook nog wel een deel van de week daarna. Maar dan komt er meer rood en blauw in. Maar die verhouding die is gelijkwaardig. En wat betekent rood nou? Duidelijk meer hoge drukinvloed. Blocking, high noemen we dat ook wel.
wel. En dat zou kunnen betekenen dat we inderdaad wat rustiger weer gaan krijgen. Maar op hetzelfde moment zien we toch ook nog steeds het blauw. En die verhouding die is bijna gelijk. Zeker als we blauw en groen bij elkaar gaan optellen. Want dat is toch over het algemeen een stuk wisselvalliger weer. En dat zou dus zomaar kunnen gaan gebeuren. Maar het is wel 50-50. En dat betekent voor mij dat ik het heel moeilijk vind om een uitspraak te gaan doen over week 3 en week 4. Dit is bijvoorbeeld de luchtdrukafwijking voor 13 november tot 20 november. Ik maak een klein sprongetje. En dan zien we nog steeds dat het zuiden en midden van Europa onder invloed is van een luchtdrukafwijking naar beneden. Dus meer lage drukinvloed. Maar het is allemaal minimaal. Verder, de invloed van het hoge drukgebied boven Scandinavië is ook verdwenen. Dit oogt toch wel allemaal vrij normaal voor deze tijd van het jaar. Met andere woorden, dan zou je toch vaak een westcirculatie moeten hebben. Maar er is dus veel onzekerheid. Dat kon u mooi zien in die regimekaarten die ik hiervoor liet zien. Kortom, wat vrij zeker is. Oktober sluiten we af, nat en zacht. Zo ziet het er echt naar uit. En dan krijgen we geleidelijk aan een omslag in november. Maar er is niet een duidelijk signaal hoe dat precies gaat worden. Kortom, misschien blijft het ook wel nat en zacht. Maar het zou ook wat droger kunnen gaan worden. U heeft er eigenlijk niet heel veel aan die uitspraken. En deze 30-daagse kunnen we daarom misschien maar beter een 15-daagse noemen. Nog fijne dag.